Niets vinden we zo irritant als file. Eindeloos stilstaan in het verkeer, schuifelend de weg over. En gisteren was het weer zover. Het was de op één na drukste spits van het jaar. 520 kilometer file stond er volgens de Verkeersinformatiedienst. De ANWB heeft het zelfs over 988 kilometer file. Maar wat is het nou? Waarom zit er honderden kilometers verschil tussen wat de VID zegt en wat de ANWB zegt? Nou, omdat ze de files allemaal net iets anders meten. De VID noemt alleen het aantal kilometers files op de snelwegen. Voor de andere wegen, de provinciale wegen, noemt de VID geen kilometers, maar aantal minuten vertraging. En daarom ligt het aantal kilometers files dat de VID noemt standaard iets lager. Maar de AWB ziet dat heel anders. Die meten niet alleen voor snelwegen de files in kilometers, maar ook voor die provinciale wegen. En die tellen ze dan vervolgens bij elkaar op. En dus komt de ANWB veel hoger uit. Maar waarom doen ze dat nou? De VVD zegt dat ze file-informatie willen kunnen vergelijken met eerdere jaren. En dan moet die meetmethode natuurlijk wel hetzelfde zijn. De ANWB is daarvan afgestapt en zegt gewoon te willen laten weten hoe lang je stilstaat. Voor allebei is iets te zeggen. En hoeveel kilometer het ook is, het aantal files is de afgelopen jaren alleen maar toegenomen. Rijkswaterstaat noemt dat reistijdverlies. Dat is letterlijk de hoeveelheid tijd die we verliezen door stil te staan op de snelweg. Vorig jaar was dat ruim 61 miljoen uur. En dat betekent dat als je het omrekent, iedere Nederlander, jong of oud, met auto of zonder auto, zeker 3,5 uur per jaar in de file zit. En het vaakst, sta je dan waarschijnlijk vast, op deze plekken. Op de A20 van de Hoek van Holland naar Gada. Of op de A16 van Breda naar Rotterdam bij Prins Alexander. En op de A1 tussen Amsterdam en Apeldoorn. Dat zijn de drie belangrijkste fileknooppunten. Ja, en al dat stilstaan en al die vertragingen die kosten Nederland geld. Maximaal 3,7 miljard per jaar heeft het Kennisinstituut voor Mobiliteit becijferd. Omdat we tijd verliezen en daardoor te laat of misschien helemaal niet op afspraken terechtkomen. In de Tweede Kamer gaan ze weer eens naar al die knelpunten kijken. En tot die tijd zit er niets anders op dan gewoon zeurend in die file staan.